Nou, ik denk dat de kernen heel krachtig bezig zijn. In Sherbrooke hebben we heel veel gedaan afgelopen jaar. We hebben de Dag van het Dorp gehad. We hebben een aantal openingen gehad van projecten. We hebben de projectweek Kijk op Sherbrooke op school gehad, wat ook heel erg leuk was. En natuurlijk de kalender. Daarom ook vragen we juist Jacqueline van de Wetering om ons allemaal te inspireren op de prachtige voorbeelden die Sherbrooke al ontwikkeld heeft. Ja. En feitelijk vind ik er ook een prachtig voorbeeld, zeg maar hoe we dat in nog veel meer wijken zouden moeten gaan vormgeven. Jacqueline, wat hebben jullie behalve die kalender, gaan we het zo over hebben, allemaal gedaan het afgelopen jaar? Een heleboel projecten zijn er gestart, hè? Ja, de Dag van het Dorp is natuurlijk bij ons geweest. Ja, het Bloemenpad, hè? Het Bloemenpad is gelopen. Ja. We hebben de openingen daar ook van gehad, van het Bloemenpad, van de Kandelaar, van de nieuwe entree. En Hooibergen is een opening van geweest. Ja, en wat gaan jullie dit jaar allemaal doen? Afronding van nieuwe projecten, een project Groen. Ook de camera krijgt nog weer opnieuw geld om iets te veranderen. Ja, meerdere projecten. Ja, waarom lukt het jullie wel in die kleine kernen, wat in dat grote kamp? Nou goed, meneer Koelewijn zei het al, het lukt soms best wel in kampen. Maar hoe komt het dat jullie daar zoveel kracht achter kunnen zetten in Sherbrooke? Nou, ik kan niet voor kampen spreken, ik denk dat het daar ook wel lukt. Maar ik denk wel dat Sherbrooke een heel ondernemend dorp is, creatief. Ja. En als er iets moet gebeuren, dan gaan we er gewoon voor. Dat gaat voor iedereen. Met z'n allen de schouders eronder en dat is niet alleen met die kalender zo, dat is al jaren zo, dat we het gewoon doen. Ja, je hebt nou 3 keer genoemd die kalender, je hebt hem ook bij je. Wat is het voor kalender? Het zijn heel aardige dames, maar het is geen missenwerk, hè, zeg maar. Geen missenwerk, het zijn gewoon de bewoners van ons dorp. Ja. Dit jaar de vrouwen, vorig jaar waren het de mannen. Ja. Ik denk dat juist het leuke is dat het is eigenlijk een heel klein project, maar het heeft heel veel effect, ook voor ons dorp. Ja. De saamhorigheid, het bindt mensen, iedereen denkt mee, is actief. Dus dat is... een leuk project. En wat doen jullie met zo'n kalender? Die verkoop je, die hangt bij iedereen thuis. Ja. En ik hoorde wij dat allemaal op de camera hangen, geloof ik, hè? Ik heb er een toegezonden gekregen, dus daar was ik bijzonder blij mee. Ik probeer al die dames stuk voor stuk te bestuderen. Ik heb bijna half jaar een boek straks. Maar die kalender verkopen jullie, 19,5 euro is het, geloof ik. Wat doen jullie met dat geld? Ga je met z'n allen een keer een leuke avond in de kandelaar houden, of wat doe je? Nee, het gaat de opbrengst, de winst is voor het museum. Ja. Dus, het Pellenbuur Museum. Het Pellenbuur Museum, ja. En hoeveel van die kalenders hebben jullie al verkocht? 140. 140 kalenders, dan mag ik best wel even voor klappen voor een gemeenschap als Sherbrooke. Ja. En jullie hebben er nog een paar, geloof ik, hè? We bestellen zo bij. Dus wie wil vanavond, die kan nog bestellen. Oké, goed. Nou, die kalender die hebben we dan hier in ieder geval. U had hem al, hè, meneer Koelewijn? Ik heb hem al, maar ik kan hem inderdaad aanbevelen. Dan neem je van mij even.